Paameia Inside. Welkom bij een nieuwe uitzending van Paameia Inside. De laatste bekerwedstrijden waren dus twee wedstrijden. In de halve finale waren we nu deze week. De eerste wedstrijd was Vitesse VVV Venlo. En is 2-1 gewonnen door Vitesse. En de grote man bij Vitesse was Tanane. Tanane is vooral een speler die kon afgelopen winterstop kon hij ook een transfer maken naar een grotere club. Of meer geld verdienen, maar is er niet doorgegaan. Maar het knappe is dat hij nu heel goed presteert. En hij is echt de grote held bij Vitesse al een heel seizoen lang. Hij speelt ook, grappig om een leuk feitje te noemen, hij speelt bij nummer 14. Was nummer 14, Johan Cruijff. Dus hij is een beetje de Cruijff van Vitesse nu. De andere halve finale was Heerenveen Ajax. En is 3-0 gewonnen door Ajax. Knap. En ze zei, het knappe van Ajax is, ze kunnen nog kampioen worden. Ze staan al 9 punten voor in Nederland. Ze zijn door in Europa League na een overwinning op Lille. En ze zitten nog in de beker in de finale tegen Vitesse. En hopelijk, dat hoopt iedereen, toch weer een finale met publiek. Ik kan me niet voorstellen dat Ajax in dit seizoen, die zijn zo gemotiveerd om alle prijzen te pakken. Europa League gaan ze denk ik ook nog heel ver komen, want ze hebben makkelijk tegenstander met Young Boys. Maar ik denk dat Vitesse het niet gaat redden. Maar toch is het leuk, een bekerfinale met twee van die supportersgroepen dan. Want ik heb pas heel ook beelden terug zitten kijken van bepaalde andere clubs. En zo'n leuke sfeer dan in de Kuip. Hopelijk kan het dan weer met publiek. Ja, want de finale is wel in de Kuip? Ja, altijd. Wordt elk jaar in de Kuip gehouden. Paameia Inside.